Ja, je kent ze wel, LP's. Misschien heb je ze vroeger gehad. Of staan ze misschien nu wel gewoon stof te happen in een oude doos op zolder. Als dat zo is, dan mag je ze er maar snel tevoorschijn gaan halen, want ze zijn weer helemaal hot. De platenverzamelaar zit vanavond bij mij aan tafel en hij praat hier graag over met mij. Dus ben je benieuwd? Blijf dan vooral kijken. Hallo kijkers en welkom bij Onder ons gezegd. Ik zit hier aan tafel met Rob Joosten. Wat fijn dat je er bent. Echt gezellig. Ja, hallo. Jij bent eigenaar van de platenverzamelaar. Dus ja, dat klopt. Je verzamelt platen eigenlijk, komt het op neer. Ja, absoluut. En hoe lang doe je dit al? Het verzamelen van platen ben ik om mijn 14e mee begonnen. Bijna 40, dus al die tijd ben ik daarmee bezig. En nu doe je het ook als werk. En hoe is dat zo gekomen eigenlijk? Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, vanuit een hobby geboren. Ik was er altijd mee bezig. Beurzen afstruinen, winkels afstruinen. En op een gegeven moment kwam ik in de situatie dat ik denk, ik wil dit ook. Stout schoenen aangetrokken en ik ben gewoon voor mezelf begonnen. Platen gaan kopen, mijn eigen collectie bij elkaar geraapt. En met een busje naar een beurs. En zo is het eigenlijk geboren. Een jaar of 5 geleden bijna. Oké, en je zegt dat je... Ja, ik ga het heel even kort hierover houden. Maar je zegt dat je inderdaad naar beurzen vooral gaat. Ja. En nu gaat het helaas niet. Hoe ervaar je het nu? En wat is jouw oplossing hiervoor? We mogen geen beurzen organiseren. Dat gaat niet. Dat is heel jammer, want daar zie je de liefhebbers, daar vind je de andere handelaren. En eigenlijk gaat nu alles via internet en een stukje privé shoppen. En vooral internet eigenlijk. Dat gaat de hele wereld over. Dus eigenlijk is het vooral nu gewoon een beetje beperkt eigenlijk wat je kan doen natuurlijk. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het, ik vind het leuk om te pionieren. Dus het is weer iets nieuws. In één keer moet je pakketten de hele wereld oversturen. Dat is ook wel weer een uitdaging. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Maar ik ben best wel benieuwd, hè, want je hebt natuurlijk zo'n grote plaat. Mm-hmm. En je weet natuurlijk hoe een YouTube of een Spotify werkt. Ja. Maar hoe kan het nou dat er zo'n naaldje zo'n geluid uit kan krijgen? Ja, dat is een heel, heel technisch verhaal. Daar gaan hele liefhebbers die daar heel diep in gaan, heel technisch. Voor mij zit meer de charme in het geluid, in het object vast kunnen houden, zeg maar. Maar je kunt er ook voor kiezen ook inderdaad om hele... om platen te kopen die, moet ik het zeggen, die heel perfect zijn, die heel perfect klinken, zeg maar. En daar voor mij zit meer de fun in het verzamelen en het object opzoeken, zeg maar. Stad en land afstruinen, ja. Dus als je zou zeggen wat het nou precies echt onderscheidt van een Spotify of een YouTube of zelfs een CD? Daar zit zeker een verschil in. Een plaat, dat kan je vasthouden. Het is een hoes. Je kan de plaat eruit halen. Je kan het ruiken, gek genoeg. Je gaat er echt mee zitten. Je gaat ervoor zitten. Het is echt een object. En bijvoorbeeld Spotify is een muisklik op je telefoon of je tablet. Ja. En dit heb je in de kast staan. Mensen kunnen het zien. Je kan het pakken. Je kan het laten zien. Ja, precies. Dat vind ik het leuk. En het jagen daarna. Spotify kan je gewoon vanaf je luie stoel. En een plaat moet je gaan zoeken. Je moet naar een winkel. Je moet naar een beurs. Ja want jarenlang is het eigenlijk een beetje eruit geweest. Maar toen... Minder. Werden er vooral cd's gemaakt en albums natuurlijk gereleased op Spotify. Ja. Maar je ziet nu steeds meer dat er toch albums weer op LP worden uitgebracht. En hoe komt dat precies? En waarom denk je dat dat zo is? Het is iets wat ik al net zei. Het is echt een object wat je vast hebt. Wat je kunt verzamelen, zeg maar. Mm-hmm. En hoe het nou precies komt dat het in één keer zo heel veel populair is. Daar zijn allerlei theorieën over. Maar het is vooral het willen hebben. Een MP3 of een Spotify-bestand, dat heb je niet. En dit heb je echt in de kast staan. Ja. Het is groter als een cd. Je kunt het echt uitvouwen. Er zitten posters bij, stickers. Ja, precies. Merk je ook echt die populariteit dat die is gestegen? Ja, absoluut. Een aantal jaar geleden... Is dat begonnen, zeg maar. Er kwam steeds meer jonger publiek dat platen ging verzamelen. En je merkt nu dat het eigenlijk bijna alweer mainstream is. Je kunt bij de grote warenhuizen kun je een LP kopen tegenwoordig. Ja. Terwijl een aantal jaar geleden moest je er echt speciaal voor naar een speciaalzaak. En dat kan nog steeds natuurlijk. Als je de collectible dingen wil kopen.
Mm-hmm. Maar het is wat mainstream aan het worden, zeg maar. Steeds meer mensen ontdekken het. Ja, want in de regio van ons is Brabant, dus Haldenberg, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert. Ja. Daar ben je eigenlijk vrijwel de enige, denk ik. In dit stukje van Brabant wel. Ja. Ik denk dat je echt naar de, over het algemeen naar de wat grotere steden moet, zeg maar. Mm-hmm. Om de platenzaken te vinden. Ja, maar... Merk je ook wel een beetje concurrentie erin dat ze minder snel naar jou te komen en dat ze eerder naar een winkel gaan, bijvoorbeeld in de stad? Nee, weinig. Daar heb ik eigenlijk weinig last van. Ook omdat ik veel publiek via internet. Mijn klant uit Amerika die weet niet dat ik in een klein dorpje in West-Brabant woon. Ja, precies. Zo moet je het zien. Ja. En wat maakt het voor jou nou een plaatje zo bijzonder? Ja, wat het voor mij echt bijzonder maakt is de plaat aan zich natuurlijk. Maar het begint eigenlijk al met de jacht. Ik wil iets hebben, dat zou ik kunnen bestellen via internet. Maar dat vind ik niet leuk. Ik wacht net zo lang dat ik hem ergens op een zolder tegenkom. Of bij een bevriende handelaar of liefhebber. En dat vind ik eigenlijk net zo leuk. Het zoeken naar die ene plaat. En naar die juiste persing met dat ene kleurtje. En dat juiste label. Met de poster die dan ook nog heel is. Ja, dat maakt het voor mij... Bijzonder, zeg maar. Ja, en merk je dat er veel mensen zo naar jou bijvoorbeeld toekomen dan? Ja, wat ik merk is dat een bepaald deel van mijn klanten zijn de mensen die opnieuw beginnen, zeg maar. En die zoeken de wat normale platen, de Dire Straits, de Eagles, de Rolling Stones. Maar er is ook een heel groot deel van klanten die echt, die hebben een hele collectie. En die zoeken net die ene of die paar platen die ze missen al 10 jaar lang. Nou ja, als je die kunt vinden voor zo iemand en je hebt die staan... Ja, dat vind ik, vind ik leuk. En dat vind ik klanten natuurlijk ook fijn. Merk je ook wel verschillende soorten publiek die erop afkomen, zeg maar? Ja, als je van jong naar oud zou kijken. Je hebt wat 14, 15-jarigen die net beginnen. Bij wijze van spreken. Die kopen de wat bekendere namen al vaak. Want die hebben nog niet zoveel. Die kopen ook vaak nieuw vinyl van nieuwe artiesten. Want dat is er ook veel. Dan komt er een heel stuk van mensen die de platen zoeken die wat moeilijker te vinden zijn. En dan heb je vaak de wat ouderen die echt wel een grote collectie hebben. En die echt nog op zoek zijn naar 1 of 2 platen in een bepaald genre om het nog aan te vullen. Dat zijn grofweg een beetje de type klant, als je dat mag zeggen. Ja. Ja, dus maar je hebt dus ook gewoon klanten vanaf 14 jaar eigenlijk. Ja. Dat is echt bijzonder. En die kopen platen. En dan staat er iemand naast van 60, 70. En die zegt, joh, dat was mijn eerste plaatje. En nou koopt weer iemand. Ja, dat is wel echt bijzonder om dat mee te maken. Eigenlijk heb je best wel, want dat gaat een heel leuk vak. Ja, absoluut. Je hebt met allerlei soorten mensen te maken. Je hebt met allerlei soorten muziekliefhebbers te maken. Ik heb echt jazzkenners bijvoorbeeld. Of mensen die heel veel klassiek kopen. Dat is vaak een heel ander publiek dan bijvoorbeeld een metal of een punkliefhebber of zo. Ja. En wat kun je bij jou vooral vinden in jouw verzameling? Ik ben zelf de platenverzamelaar. Dus ik probeer wat ik verkoop ook echt dat het bij mij past. Progressieve muziek. Alternatieve jaren 70, 80 muziek. Ook het wat hardere werk, zeg maar. maar ook het mainstream. U2, Golden Earring. Dat soort dingen. Ja, dus je staat wel echt bekend om een bepaald soort muziek eigenlijk. Ik zeg zelf altijd links en rechts van het midden. Ja. Dus net wat alternatiever, zeg maar, vaak. Ja, maar wel ook wel gewoon de basic, zo, zeg maar. Ja, ook net zo goed eigenlijk. Ja absoluut. Ja. Oké, okay, nou ja, ik ben 2 keer bij jou geweest om te kijken wat voor verzameling nou eigenlijk je had. En nu kunnen de beurs niet doorgaan, dus nu heb je het een beetje toch op een andere manier kunnen doen. En we gaan even kijken hoe het er nou uiteindelijk uitziet bij jou. Yeah.
Ja, dat is toch wel een aardige verzameling waar menig eenzaam denk ik best wel jaloers op kunnen zijn. Ja, dat hoor ik wel eens, ja. Ja. Als je ongeveer zou schatten, hoeveel platen denk je dat je hebt? 10, 15.000, ergens daartussen, ja. Ja, dus dat is aardig veel. Maar je hebt vooral een beetje de bijzondere platen en meestal tweedehands platen. Ja, ik denk dat ik kan zeggen 90% is tweedehands. Mm-hmm. Vind ik ook het leukste, want daar moet je echt voor naar op zoek. Nieuw kan je bij een groothandel bestellen. Dat is weer die bekende muisklik. Ja, precies. Dat is toch... De jacht vind ik zo mooi. Ja, ja. En ik kon niet heel erg aan het filmpje zien, maar je hebt ook wel wat cd's liggen. Ja, ook wel wat. Ja, nog steeds. Maar waarom is nou een LP of een plaatje eigenlijk nou meer populair dan een cd'tje? Ja, het is het formaat. Het is wat groter. Als je het uitvouwt, heb je echt een object vast. Het is niet plastic, het is echt papier. Wat ik er straks... Het ruikt ook, hè, soms. Ja. Een platencollectie kan wel als muf ruiken. Ik vind het heerlijk, want het is echt het doorleeft, zeg maar. Ja. Er zitten scheurtjes in. Het gaat leven, het gaat slijten. Ja, een precies. CD is toch wat klinischer misschien. Ja. Ja, en om ook een beetje natuurlijk in de stemming te komen. Je hebt ook wel wat kerstplaatjes. Ja, absoluut ook. Ja. Hoeveel heb je er daar ongeveer van? In mijn eigen collectie zullen dat er 20, 25 zijn. En in de verkoopcollectie uiteraard wel wat meer. Er wordt normaal op de beurzen rond deze tijd altijd wel omgevraagd, zeg maar. Het is toch wel een genre apart, zeg maar. Ja, het is wel absoluut. Er is wel animo voor dan in ieder geval. Ja, absoluut. Ja. Want ik vind zelf altijd, want ik ben zelf ook een beetje een verzamelaar, een beetje besmet van het virus eigenlijk. Het geluid van een plaat, dat is toch een soort warmer dan dat je het ergens... Ja. Het geeft toch wel een leuk gevoel als je in die dagen dat luistert. Vind jij dat zelf ook? Ja, er zijn hele discussies en hele 1001 meningen. Maar ik vind als je een cd opzet... Of een plaat in dezelfde opname. Een plaat is wat warmer. En voor heel veel mensen wordt ook... Het kraakt een beetje. Hè? Het kan kraken. Dat bijvoorbeeld. Dat gevoel al. Het nostalgische gevoel wat je hoort misschien. Ja. Uiteindelijk is het gevoel. Dus voor iedereen beleeft dat op zijn manier. Zo heel mooi in ieder geval. Want ik denk dat iedereen wel een favoriete artiest of een favoriete... Dat denk ik wel, ja. En als jij nou zou moeten kiezen, als je voor de rest van je leven nog maar naar één artiest zou mogen luisteren. Mm. Wie zou dat dan zijn? Dat is een hele goeie. Ik denk toch wel Pink Floyd. Dat is, En om het dan nog net iets moeilijker te maken. Als je nou voor de rest van je leven naar één album zou mogen luisteren. Kan ik bijna niet. Pink Floyd heb ik leren kennen met The Wall. Misschien niet het beste album van ze, maar voor mij zitten daar mijn roots van hun muziek. Dus The Wall van Pink Floyd. Ja, dus absoluut. Dat zit voor jou echt wel. Dat zou je de rest van je leven iedere dag kunnen luisteren. Absoluut. Als het zou moeten. Ja. Ook door het verhaal er weer achter. Ja. Ja. Ja, dus je hebt wel meerdere dingen die voor jou wel belangrijk zijn. En echt een verhaal hebben. Heb je ook wel eens een plaat gehad die jou bijvoorbeeld echt emotioneel kon maken of zo? Absoluut. Ja, absoluut. Ik heb een plaat gekocht de dag nadat mijn tweede dochtertje is geboren. We hoorden die 's nachts. En toen zeiden we, die willen we hebben. Dus ik ben de dag erop ben ik echt direct naar de platenzaak gegaan. En ik heb hem gekocht. Oh, dat is wel heel mooi om te horen. Ja, absoluut. Dat doet muziek. Dat raakt je. Het wordt een momentum dan, hè? Ja, heel mooi inderdaad. Ja. Ja, ik heb er zelf ook wel wat. Maar ik heb er zelf eentje die voor mij redelijk bijzonder is. Ik ben net zoals dat ik besmet ben met het virus van... plaatsen verzamelen, ben ik ook besmet met het virus van Wie is de Mol. En Rob de K was in 2020 de Mol. En ik heb een plaatje van hem gekocht, die is gesigneerd. Ja. Maar jij hebt denk ik ook wel heel veel platen die voor jou bijzonder zijn. Vaak wel. Het zijn mijn eerste platen of die ergens bij horen bij een moment, zeg maar. Ja, absoluut. En zou je die misschien een paar kunnen toelichten? Ik heb hier een paar platen absoluut. Liggen. Als ik dan gelijk de allereerste pakt, dat is deze van Easy Rider, mm-hmm. van de film. Het is een film over twee jongens die op een motor dwars door Amerika gaan en allerlei dingen doen. Van alles meemaken, maar het is de muziek die het voor mij toen al interessant maakte. Je hebt Electric Food, je hebt House of the Rising, hele toffe nummers allemaal die echt gaan over vrijheid, de hippiecultuur.
ja, en daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ik zag dit en ja, ik vond het tof. En toen was ik een jaar of 10, 12 zag ik het bij mijn ouders in de kast staan. Oké, dus dat is tof. Dat is echt je allereerste. Ja, dit is echt mijn allereerste. En hij is kapot. Hij ruikt nog muff van de zolder. Er zit geen beschermers. Dat wil ik ook niet. Hij mag slijten van mij. Ja, ja, dat is absoluut. Wel een mooi verhaal. Ja. Ja. Eens moet je eerste zijn, toch? Ja, en daar is het mee begonnen. En ja, dan ben je 15, dan krijg je een doos LP's cadeau. En dan is het hek van de dam. Dan ga je LP's verzamelen, terwijl de rest CD's koopt. Ja. Ja. En jij hebt er nog meer, want ik zie hier echt hele mooie plaatjes tussen liggen ook verder. Je hebt er nog veel meer natuurlijk, maar... Ja, en als je naar me vraagt, waar zit bijvoorbeeld weer een verhaal aan vast? Als ik dan deze pak... Mm-hmm. Sticky Fingers van de Rolling Stones. Nou ja, de Rolling Stones is natuurlijk al een hele grote band natuurlijk. Vind ik zelf tof, daar begint het al bij. En de hoes ontworpen door Andy Warhol, bedacht. Er zit een rit zit daarin. Ja, ik zag dat een keer in de platenzaak. Ja, die wou ik hebben. Niet wetende wat dat ding kostte destijds. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment ga je zelf verzamelen. Kom je hem tegen en dan kom je de allereerste persing kom je tegen. Ja, dan is een kind zo blij. En dan is het vinyl is niet zo goed, maar dat maakt niet uit. Later ruil je dat weer om. En, ja, precies. Ja, en dat is een beetje de gekte van het vinyl. Je wilt het steeds beter, steeds mooier. Ja, misschien hoort er wel een poster in die er dan net niet bij zit. Ja. En die vind je dan weer een keer. Ja, dus dat is een beetje de, ja, voor mij de fun van het vinyl verzamelen. Het is niet alleen maar de muziek, maar het is ook, ja, zo'n plaat. Er zit een echte rits in, er zit een echt kunstwerk is het, zeg maar. Ja, want gemiddeld, hoeveel betaal je, zeg maar, ongeveer voor een plaat? Ja, dat is heel verschillend. Je hebt heel veel in het 10, 20 euro segment, zeg maar. Maar ga je naar de wat apartere, ja, dan kan het zomaar 50 tot 100 tot een paar honderd zijn, zeg maar. Dat is echt heel afhankelijk van hoe mooi is die, welk land, welke persing. Ja. Dat gaat heel ver. Ja, er zijn echt wel mensen die daar ook echt op letten. En echt soms wel de duurste van de duurste willen hebben. Absoluut, die willen echt de mooiste hebben of helemaal compleet. En, waarom denk je dat misschien zo is? Ja, het is soms heel lastig te verklaren. Het is bepaalde verzamelaars tik het willen hebben. Ik heb ook klanten die willen alles per se compleet hebben. Ga je dat luisteren? Nee, nooit. Nee, maar wil ik het hebben? Ja, ik wil het verzamelen. Dat heb ik zelf ook. Ik heb dingen in de kast die ga ik nooit luisteren, maar ik heb het wel staan. Ik wil het wel hebben. Dat gaat nooit meer weg. Ja. Nee, want hoe groot is jouw eigen verzameling nou een beetje? Redelijk bescheiden. Ik denk een 1500 LP's. Maar dat is wel echt een collectie die van mezelf is. Daar gaat ook niet heel vaak iets meer uit. En daar gaat er af en toe best wel wat bij. Dus dat is echt mijn eigen collectie, zeg maar. En als er iets uitgaat, dan is het meestal om te vervangen voor een beter exemplaar. Ja, dus ja, nou, 1500 is in mijn ogen niet veel. Je bent natuurlijk net begonnen, dus maar best wel veel. En ik kom bij klanten die hebben er 10, 20, 30.000 en nog veel meer. Ja, echt, ja. Maar waar laat je die dan? Ja, overal en nergens. Ik heb klanten die hebben ze op de toilet opgestapeld staan. En die kunnen net naar het keukentje lopen, zeg maar. Ik heb mensen die hebben er een speciale schuur voor gebouwd of een speciale zolder. En je hebt gewoon mensen die hebben een heel bescheiden kastje. Alles ertussenin. Het is maar net, ja, hoe ver ga je? Ja, dus het is wel... heel, heel bijzonder. Kijk, ik heb ze natuurlijk... Ja. Ja, ik heb er een stuk of 30, denk ik. En staan bij mij gewoon bij elkaar. Maar bij jou staan ze dan een beetje overal en nergens. Niet meer, want dat op een gegeven moment vonden ze dat thuis niet zo'n goed idee meer. Dus ik heb een redelijk nette kast waar het in staat. Zou mijn vrouw dat niet aan banden houden... dan zou inderdaad mijn hele huis ook gewoon vol staan met dozen en spullen. Met alles wat met LP's te maken heeft. Ja, absoluut. Ja. Ja, vinden ze bij jou thuis wel oké van je hobby? Ja, nou ja, ze zijn het gewend inmiddels. Het hoort echt bij mij. Het is wie ik ben, wat ik doe. En ja, ik leef daarvoor. Ik vind het... Ik doe niks liever dan dat. Dus wat dat betreft zijn ze het wel... En dan sleep ik weer eens een doos mee naar huis. En dat ruikt niet altijd even fris, want het komt van de zolder of zo. Maar ja... Ja, wel leuk in ieder geval. Ja. Je hebt hier ook nog een plaatje van André Hazes, zie ik. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet mijn genre. Maar als je het dan hebt over een plaat met een verhaal... André Hazes lustte graag een biertje. En ze hadden gezegd, daar moet je mee stoppen. Dat heeft hij een tijdje gedaan. En als dank heeft hij deze plaat op mogen nemen. Dit is wat ik wil. Dat was zijn plaat. Nou, die tekst vind ik alleen al tof. En je hoort echt dat hij heeft plezier in die plaat. Hij vindt het leuk. Hij heeft echt plezier in die plaat. Dit is wat ik wil. Dat doet hij ook echt. Ja, het is een hele rare, eigenlijk in de rest van zijn oeuvre. Maar dat vind ik dan weer tof. Dat verhaal, Herman Brood doet erop mee.
Ik vind dat gaaf, zo'n verhaal. Ja. Nou, ja. In ieder geval, om het nog even een beetje anders af te sluiten deze keer. Ik ben benieuwd. Ik heb een kletspot en daar zitten eigenlijk wat vragen in die heel, nou, gewoon heel algemeen wat dat er gaat zijn. Dus ik ga er eentje aan jou stellen en dan hoop ik dat je eerlijk antwoordt. Ja. Als jij 10 jaar geleden jezelf een brief mocht schrijven, wat zou dan de boodschap zijn? Oh, dat ik toen eigenlijk al had moeten beginnen, denk ik. Met het, niet bang zijn met de sprong te wagen van, joh, kan ik hiervan leven, van platen en van muziek? Kan dat allemaal wel? Nee, joh, gewoon doen. Ja. En zien we waar het schipstrand. Als je dat loslaat, dat heeft mij heel veel gebracht. En dat heeft mij dit uiteindelijk gebracht. Maar ga maar gewoon doen. En, ja, dat is eigenlijk een simpele vraag. Ik kan toch... Heeft toch weer toepassing eigenlijk op wat je doet? Ja, eigenlijk wel. Er is geen recept voor een platenbaas van zo doe je het goed. Doe het maar gewoon. En En dat vind ik eigenlijk wel gewoon ergens om beginnen en doen. Ja, precies. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je voor mij te gast wilde zijn. En ik hoop eigenlijk dat meer mensen nu ook wel gaan sparen weer en het weer oppakken. Ik hoop het. En weer lekker zou leuk zijn. Naar zo'n warm plaatje luisteren tijdens de feestdagen. Absoluut. Dat zou toch leuk zijn. Absoluut. Bedankt dat je er was en bedankt dat jullie hebben gekeken.